Ik ben Mark, masterstudent bestuurskunde in de richting van management van HR en verandering. Hiervoor heb ik de pre-master bestuurskunde gedaan met daarvoor de bachelor HRM aan de Hogeschool Rotterdam. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het spanningsveld tussen maatschappij en mens erg interessant vind. Aan dit programma vind ik het leukste dat het een combinatie is van praktijk en theorie. Dus in het eerste half jaar leer je veel theorie over de verschillende HRM-theorieën en veranderingstheorieën. En vervolgens kan je dat toepassen in de praktijk in je stage. Het is erg goed, het contact tussen studenten en docenten, dat is erg informeel. En ze zijn ook makkelijk toen benaderbaar. Het contactmomenten tussen de studenten en docenten, dat is op veel verschillende manieren. Je hebt colleges natuurlijk, je hebt daarnaast ook kleinere groepjes waarin je samenwerkt. En nu heb je ook scriptiegroepjes. En dan zit je eigenlijk in een groep van drie, heb je een bepaald onderwerp en dan ga je dat samen bespreken. Dus dat is heel informeel en kleinschalig. Ja, ik heb gekozen voor deze studie in Rotterdam, dat die allereerst heel goed aangeschreven staat binnen de opleidingen bestuurskunde. En daarnaast is de stad van Rotterdam niet lullen maar poetsen en dat spreekt me erg aan. Ik heb nu gesolliciteerd voor het LDE traineeship. Dat spreekt me erg aan omdat de cultuur van de universiteit mij ook aanspreekt. Het is erg open, het is laagdrempelig en dat vind ik fijn om ook in mijn werk later terug te zien. Ik vind het ontwikkelen van mensen erg interessant, dus ik hoop later iets te doen met die ontwikkelkant. Ja, wil je graag meer weten van het spanningsveld tussen HRM en maatschappij en wil je ook kleinschalig en laagdrempelig onderwijs, dan is dit je keuze voor jou.